We proberen het eerst wel even in de bovenkant. Ik neem aan dat dat wel werkt. Dat het gewoon op de goede plek belandt als je het in de bovenkant stopt. Hallo kijkers van de Disclaimers, welkom bij een nieuwe video. In de vorige video had ik een cobblestone generator gemaakt die nog niet werkt. En ik weet nog steeds niet waarom. Iemand zei misschien komt het omdat hij niet in geclaimde, of omdat hij zeg maar wel in geclaimde areas staat. Maar het geval is echter dat hij niet in geclaimde areas staat. Nee, helemaal niet. Hij staat niet in geclaimde area. Dus het is een beetje vaag dat het ding niet werkt. Maar ja, daarom ga ik het gewoon op een andere manier doen. En dat is de makkelijke manier. Even kijken, we gaan een energy collector maken. Nou ja, we kunnen dan wel gewoon even een MK3 gaan maken. Maar we hebben ook wel genoeg aan deze. Gewoon een MK1, zeg maar. Want we gaan alleen maar cobblestone maken. Dus waarom zouden we dan superveel gaan... of superveel resources gaan gebruiken daarvoor. Terwijl we gewoon deze kunnen doen. Dus, we hebben daarvoor nodig een block of diamond, furnace, glass en wat glowstone. Nou, dat hebben we natuurlijk zo gemaakt. En daarnaast moet ik ook nog even kijken of we hier toevallig wat buizen hebben liggen. Want die heb ik nodig. Anyways, we beginnen maar even met de diamonds. Dus dan zal ik eerst wel even wat diamonds erbij halen. Ik heb geen diamonds. Oké. Misschien hier nog wat. Hier... nee, we hebben helemaal geen diamonds. Dat is een beetje vervelend. Kijk, ik zag hier wel wat anders wat ik misschien kan gebruiken. Dit ding. Die kan ik gebruiken voor energie. Voor bijvoorbeeld mijn vlieging. Dus dan gebruiken we die daarvoor. En dan hoef ik niet al dat glowstone bij me te dragen, zeg maar. En nou ja, ik gebruik wel even wat diamonds van mijn eigen town. Doen we dat gewoon helemaal niet erg. Dus we maken gewoon één diamond blok. Meer hebben we niet nodig. Dan gaan wij maken een furnace. Oké, ik heb genoeg cobblestone. Oké, precies genoeg. En dit mag weer terug. Dan zorg ik ervoor dat ik genoeg glowstone heb. Glowstone blocks, even kijken. Maken wel gewoon alles, van alles glowstone blocks. En dan moet ik nog glass hebben. En dat moeten we nog even maken, dus... of zoeken. Ik heb geen idee of het hier ergens ligt. Ik neem aan van wel, want het is niet echt... super rare of zo. We hebben hier wel glass panes, maar dat is niet de glas dat ik nodig heb. Het zou ook maar kunnen dat we het niet hebben. Nou, ik heb het toch gevonden. Dus we hebben het wel. Even kijken, wat kan ik dumpen? Wat kan ik dumpen? Dit mag weg, al die emmers. Coolant cell, basalt brick. Nou, dat is wel goed. Dan stoppen wij wat glassen bovenin. En dan hebben wij één energy collector gemaakt. En die energy collector die moeten we natuurlijk aansluiten op een condenser. Ik heb geen condenser. Ik heb wel een alchemical chest hier. Of wat we kunnen doen. Is even deze condenser nakken. Dan even gebruiken. Oh damn, die zit een beetje vol. Dan gebruiken we die niet. Ik had hier ook nog eentje staan. Hoe vol zit die? Oh, die zit ook best wel vol. En hier zit er nog één. Zit ook al helemaal vol. We kunnen wel gewoon even ja, die gebruiken. Oh, nou ja, nu heb ik de hele machine gesloopt. Dat is niet te handig, maar gaat vanzelf uit. Want we hebben even een condenser nodig. Die we kunnen aansluiten op de energy collector. Anders dan werkt het natuurlijk niet. Die zetten wij dan... Dit ding staat hier. Eigenlijk een beetje niet de fijne positie. Maar ja, we zetten hem wel gewoon even hier neer. Dus hier hebben wij de condenser staan en hier hebben wij de energy collector staan. En dan als het goed is, gaat dit ding... dit ding is nu bezig. Dan hoeven we hier alleen maar cobblestone in te zetten. Wat ik niet bij me heb. Dan gaan we gewoon hierheen. Nou, en die ene diamond machine die kunnen we op dit moment nog wel even missen. Want ja, zoveel diamonds hebben we niet nodig. Oké. Dan stop ik... hier cobblestone in. En dan gaat hij automatisch cobblestone voor me maken. Heel erg mooi. Dan haal ik even alles eruit. Zodat er maar eentje in zit. En wat we dan moeten doen is gewoon dat ding aansluiten op onze recycler. En vanaf de recycler weer een buis zeg maar naar een chest laten gaan. En daar gaan we dan deze kist voor gebruiken. Dus die kist halen we even weg. Zo. Misschien... Daar zal ik even over nadenken. Kan ik wel gewoon filters gebruiken? Maar ik weet niet of dat zo handig is hiervoor. Nou, ik denk dat ik gewoon de pipes ga gebruiken. Maar dan moeten we ze natuurlijk wel eerst even vinden. Of eventueel nog maken.
Wooden transport pipe, check. Iron transport pipe, die gaan we waarschijnlijk niet nodig hebben. Wel stone of cobblestone, een van de twee, maakt niet uit, doen hetzelfde. Dat is obsidian, die hebben we ook niet nodig. Gold kunnen we wel gebruiken om het wat sneller te maken. En we hebben engines nodig. Alleen, ik denk niet dat we hier zomaar engines hebben liggen. Oh, wel een energy condenser. Die had ik eigenlijk zo net wel kunnen gebruiken. Misschien hier nog toevallig pipes. Advanced wooden transport pipe. En ik denk het niet. Ik denk niet dat... ik denk dat we gewoon even wat pipes moeten maken dan. Ja, we hebben toch die filters liggen. En we moeten ook de engines nog maken. Dus dat gaan we allemaal even doen. Glas, dat hebben we hier nog liggen. Dat komt helemaal goed uit. Ik kan dat gewoon gelijk gebruiken voor cobblestone pipes. En dan gaan we gelijk verder met de engines. Daar hebben we natuurlijk een aantal stokken voor nodig. Want dan kunnen wij de gears maken. Wooden gear. Oké. Glas hebben we ook nog nodig. Ik weet niet precies meer dat hele recipe uit mijn hoofd. Oké, nu weet ik het weer. Maar dan moeten we wel pistons... Oh, wacht, die hebben we natuurlijk al. Pistons, die hebben we hier. Glas en hout natuurlijk, bovenaan. En daaronder de wooden gears. En dan hebben wij 4 engines. En dat is prima, dat is genoeg. Dus dat gaan we dan gebruiken. Dan moeten we wel even levers hebben, zodat we ze aan kunnen zetten en zo. Heb ik hier stokken? Nee, die had ik hier ergens in. Nou, we maken wel gewoon even in de working bench een aantal levers die we mee kunnen nemen. We hoeven daar alleen maar wat cobblestone bij te doen en we zijn klaar. Oké. Even kijken hoe ik het precies moet aansluiten. Soms dan lukt het niet in de bovenkant of whatever. Dus we gaan het wel even proberen. Nou, deze gaat zo. We proberen het eerst wel even in de bovenkant. Ik neem aan dat dat wel werkt. Dat het gewoon op de goede plek belandt als je het in de bovenkant stopt. En dan stop ik hier zo. De golden pipe. Oké. Dus wat ik dan ook nog even moet doen. Is zorgen dat die golden pipe gepowered wordt. Volgens mij wordt hij niet gepowered, toch wel. Ik zie de kleur niet veranderen. Oh wacht, hij staat nu eentje lager. Er zit een gat onder blijkbaar. Nu staat hij aan. Dan zetten we hier een engine neer. Pakken we even wat van dit spul. Zo. En dan zetten we die aan. En dan zorgen we even dat er eentje uitgaat. Gewoon één cobblestone. En die gaat er even doorheen. Heel snel. En hij zit erin. Oké, dus dat werkt. Helemaal mooi. Dan ga ik deze gewoon op full power zetten, zeg maar. Dan komt er steeds weer wat in de recycler. Dit ding komt vanzelf wel op gang. En we moeten dit ding ook niet te vol laten maken, zeg maar. Dan stoppen wij... Nou, deze halen we eerst weg. En daaronder kan ik niks plaatsen, dus dat wordt hem niet. Want ik moet wel die engine natuurlijk doen, maar we kunnen hem er denk ik ook wel onder plaatsen. En dan zetten we hier een lever neer. En zetten we hem aan. Deze en die en die. En vanaf daar stoppen we het allemaal in een kist. Dat is de scrap die er dan weer uitkomt. Golden pipe erbij. Even heel snel. Al de scrap valt eruit nu. Lever hier. En golden pipe daar. Oké, even kijken of ik de scrap kan oppakken en snel in de kist kan stoppen. En dat werkt dan wel, denk ik. Ja, oké, dus de volgende stap is het maken van een mass fabricator. Want daar gaan we natuurlijk de quantum suit van krijgen uiteindelijk. Eerst krijg je de UU matter. Maar ja, die scrap gaat ons in ieder geval wel flink helpen. En scrap heeft natuurlijk geen EMC-waarde, dus dat is ook de reden waarom ik het niet kan condensen. En we hebben niet genoeg power meer, zie ik nu net. Even kijken, waar is de power source eigenlijk? Die power source, dat is natuurlijk dit kleine dingetje hier. Ja, en dat ding dat is niet sterk genoeg om de boel te poweren. Dus wat we dan eigenlijk moeten doen is de diamond machines even tijdelijk afsluiten. Vind ik niet heel erg, want op zich hebben we wel genoeg spul op dit moment. Dus dan sluiten we de diamond machines gewoon even af. Dat we die op dit moment helemaal niet nodig hebben. Zo. En deze nog. En waarom zit hier een kip in?
Nou, whatever. Dus, de timer machines die staan uit. Dan hoop ik dat we weer genoeg power krijgen. Dat is niet het geval. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat dit ding energie vreet. Ja, want dit is gewoon niet genoeg, denk ik. Dus misschien moeten we toch maar even wat solar panels gaan maken. Ja, ik ga gewoon even wat solar panels maken, denk ik. Gewoon omdat het kan en omdat het misschien toch wel handig is. Dus wat we daarvoor nodig hebben, dat is coal dust natuurlijk. Coal dust, electronic circuits, generators, etcetera, etcetera. Nou ja, die coal dust die kunnen we sowieso alvast wel maken. Maar eerst wil ik toch nog even mijn inventory wat leger hebben. En daarom ga ik een kist plaatsen hier. Oh ja, die kan natuurlijk niet open, grapje. Even kijken, waar zal ik hem neerzetten? Nou, pop hem af in het hoekje. Dan dump ik even een paar van de dingen die ik hier op dit moment heb. Die kunnen we wel gebruiken, die kunnen we ook wel gebruiken. Maar de verf en de zaag en zo is overbodig op dit moment. Oké, dus wat ik dan ga doen... even wat kool pakken. Kool, 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 geen kool, ook geen kool. Hier zit kool. Even wat kool condensen. Zo. Oh, ja, oké. En dan stoppen we dat. Volgens mij moest ik dat in de maserator stoppen. En dan, er zitten overklokkers in, dus dat gaat vanzelf wel snel, denk ik. Hoop ik, misschien. En dan gaan wij intussen even zorgen dat we de generator sowieso wel krijgen. Generator. We moeten er redelijk wat van hebben. Dus refined iron. Daar hebben we zat van. Echt gewoon belachelijk veel. Omdat we dat gewoon in de red matter furnace kunnen stoppen. Maar ja, we kunnen altijd wel meer gebruiken. Volgens mij hadden we ook een iron furnace nodig. Of we gebruiken die. Maar ik ga die gebruiken. Dus we maken even een aantal iron furnaces. En dan doen we gewoon even heel snel hier. Zo. En ook nog met deze. Oh, oeps. Ik moet natuurlijk deze even in de project table neerzetten. Zo. Dan hebben we er 16. En eigenlijk wil ik er dan nog... Of, volgens mij hebben we precies genoeg. Dat zou ook wel eens kunnen. Ja, we hebben de... Nee, ja, precies genoeg. Toch wel. En dan ga ik... Ja, die refined iron dus even fixen. En ik heb nog nodig... Batteries, of niet? Ja, batterijen. Dus we moeten flink wat tin hebben. Tin. Dat is zilver. Dan kijken we maar even hierin. Want we hebben 16 batterijen nodig. En dat is redelijk wat. Oké, hier hebben we wat tin... En hebben we dan ook redstone. Ja, dat zit nog in mijn inventory. Copper cables 4 hebben we er hier. Voor de rest heb ik volgens mij niet echt veel copper cables meer. Dus dat moet even gefixt worden. Copper cables. Dan moeten we toch maar even wat copper gaan pakken. En de cables zelf gaan maken, denk ik. Dus doen we zo. We wachten tot we wat copper hebben. En dan nog zorgen dat ik wat rubber heb natuurlijk. Dus rubber, dat hebben we wel in mijn inventory zitten. Helemaal prima. En dan gaan we eerst even zorgen dat we wat van die kabels kunnen maken voordat we verder gaan. Hier zit ook nog wat koper in, dus dat komt goed uit. 64. Nou, ja, meer kunnen we niet maken. Zetten we die bovenaan. Tin aan de zijkant. Dan kunnen we niet 16 maken. Dus dat betekent dat ik eigenlijk nog even wat meer tin nodig heb. Zo. En dit is genoeg tin. Dan verdelen we dat even hieronder. Zorgen dat we overal 16 hebben staan. Oké, dat hebben we. En dan zetten we er uiteindelijk nog wat redstone in. Dan kunnen we al deze batterijen maken. Dan hebben we er 17. Nou ja, helemaal prima. Dan hebben we er eentje over straks. Iron furnace aan de onderkant. Refined iron. Hier. En natuurlijk de batterijen bovenop. En dan hebben wij 16 generators. En van die generators, ja, dat gaan we dan gebruiken in de solar panels. We hebben nog een aantal dingen voor nodig. Maar dat komt allemaal in de volgende episode. Dus vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Te abonneren op Vertihype Games en de Dutch Terms. En dan zie ik jullie in de volgende episode van Tech It. Yo! Yo!